eerste deel heet De flirt met het publiek. Muziek maken is erotisch, is opwindend. Je hart gaat sneller kloppen, adrenaline. Het komt veel met vrije overheen, muziek maken. Erotiek is alles wat er omheen zit. Bewegingen, hoe iets eruit ziet. Wat je met, het spanningsveld. Hoe iemand op een ander reageert. Foto's, plaatjes. Dingen die seksualiteit bij je opwekken. Het is natuurlijk toch wat je uitwisselt met elkaar. Het is die onbeschrijfelijke spanning die je ineens voelt. Nou. En dan begint het spel. Simone en Friends, zijn het je vrienden? Ja, denk het wel. In ieder geval vrienden voor een seizoen. Kan dat? Ja, dat moet wel. Het is toch een vak van afscheid nemen, hè, elk jaar. Maar je kan behoorlijk diepe vriendschappen eraan overhouden. Ja, en tijdens zo'n seizoen bouw je wel wat op met elkaar. Het is vrij intensief natuurlijk, met elkaar omgaan. Ja, het is als je zo'n groep bezig ziet, of onze groep, als buitenstaander denk ik, dan lijkt het alsof we heel, alsof we al 20 jaar, alsof we familie zijn of zo, weet je. En dansers hebben sowieso geen, die zijn niet vies van elkaar, weet je. Je moet ook vaak in een ballet, elkaar omhelzen of weet ik van wat, als je helemaal zeiknat bent, weet je. Een buitenstaander heeft vaak iets van, gadverdamme, weet je, zweet. Maar dat hoort erbij, dat is een bepaald lichamelijk contact, dat is er gewoon. Ik denk dat mensen buiten het vak, of mensen die geen danser zijn, veel minder snel als elkaar leren kennen, lichamelijk contact hebben. He, veel minder snel elkaar aanraken of elkaar masseren in de pauze of zo. Dat zie je op een kantoor niet. Het wil niet zeggen dat we elkaar ook zoveel beter kennen hoor. Dansers hebben denk ik ook minder gêne om elkaar aan te raken. Er zit verder ook niets achter. Dat is heel, dat gaat heel makkelijk. Of je geeft iemand even een knuffel. Of... Het zijn geen liefkozingen. Nou, misschien wel een beetje, ja. Ja, kan het ook zijn. Maar het kan ook heel vriendschappelijk zijn. Of gewoon, als je elkaar weer ziet, gewoon even knuffelen. In plaats van alleen een handje geven, wijs van spreken. Thank you.
ik probeer toch nog wel geen aandacht te krijgen van ben ik nog in trek en zo, dat soort dingen. Ja? Ja, doet toch iedereen wel. Ja? Dacht ik. Hoe doe je dat dan? Nou, door te flirten en een leuk gesprek te hebben en elkaar een beetje uit te dagen. Maar daar blijft het bij. Ik geloof dat ik mijn monogaam ben, vanzelf. Je bent gewend om met dat soort flirtpartijen, je flirt ook met het publiek. En dan is het jou, hoor. Het is altijd prettig als er een paar mooie dames op de eerste rij zitten. Dat speelt het makkelijker. Dan krijg je ook, dat denk ik, heel basic, heel natuurlijk om je uit te sloven voor je publiek. En dan voor een mooie vrouw is het makkelijker. Dan zit je achter die contrabas. Ja. Nou, dat helpt alleen maar. Aantrekkelijk contrabas. Ook voor vrouwen. Ja, vrouwen hebben dat vaak. Als je in het artiestenleven zit, dan ben je interessant. Je speelt een instrument. En dan zie je er ook nog, durf je ook nog eens wat uit aan te trekken wat een ander niet durft aan te trekken. En dan heb je nog eens een kuif. En je maakt je op. Dat is interessant. Dus die vrouwen hebben wat dat betreft ook wel altijd een bepaalde afstand. Ze doen wel heel familiair, zo van nou, te gek, ik ben interessant, ik ben een muzikant en zo. En hij durft dat, maar zij houden ook een afstand. Nou, het gebeurt natuurlijk omdat je zo vaak met een nieuwe groep mensen werkt. Gebeurt het natuurlijk wel eens dat je iemand leuker vindt dan dat je eigenlijk zou moeten. En dat komt wel eens voor. Dat weet je ook van tevoren. Je voelt het aankomen. En dan... Nou is dat... Meestal probeer ik daar niet op te reageren. Als ik dat voel, weet je. Meestal... Nou, je reageert er onbewust natuurlijk wel op. Maar ik heb niet iets van... Oh, dat gaan we nou eens even leuk lekker aanpappen. Dat gaan we eens even leuk doen voor een paar weken. Absoluut niet, nee. Spijt me zeer. Maar ik deug vandaag niet. Ik deug vandaag niet. Ogen, uitstraling. Ja, dat is wel heel belangrijk. En stem. Als iemand heel mooi is en dan ineens zijn mond opendoet en een tragische stem heeft, dan komt nooit meer goed. En dan zeker vanuit dansers oogpunt zit je toch wel vaak een beetje op te letten van... Oh, die heeft wel mooie voetjes of hoge wreef of... ja, lange armen of dat soort dingen, ja. Ja, ogen vind ik belangrijk, hoe ogen staan. Ik kijk naar handen en naar schouders. Wat zie je dan? Ja, daar zit karakter in handen. Dat, ik weet niet, het hoeven geen mooie handen te zijn, maar... Van mezelf denk ik mijn armen, mijn handen. Want die zie ik ook meestal. Van de andere, ik val op ogen. Ja. Mooie mond ook, maar ogen... En dan eventueel een mond, ja, hoe men dan praat. Ik beoordeel ook ja, mensen op afstand. En dan zie ik de manier waarop ze hun mond bewegen en praten, het geluid van de stem. En de manier waarop ze het zeggen. En dan pas inhoudelijk naar wat ze zeggen. Dat is toch in eerste instantie vaak maar een beetje flauwekul, hè. De zaal zit. Ja. En wij ook. Ik weet niet hoe de toestand beneden is. En wat... Is dat aan het regelen hier? Ja. Bodewijk? Ja, wij zijn er klaar voor. Heel fijn. Jongens, allemaal toi toi? Ja, toi toi. Attentie zaallicht, attentie werklicht, toestand en stand 1 tot en met 24. Geef de band maar een cue. Ik ben Simone en dit zijn mijn friends! Ja, wat is erotisch in onze show? Het heeft weinig met de erotiek te maken. Misschien zijn er dus een aantal dansstukjes, maar
zoiets bij boven komt drijven. Maar niet, niet bewust, denk ik, van een erotisch blok of zo. Nee. Er is nu, ja, mijn nummer gaat over seks. En het gaat over de eerste keer dat die jongen het deed. Als ik erover nadenk, voel ik heel duidelijk wat seks is en wat erotiek is. Maar om het onder woorden te brengen, ja, dat is voor mij toch denk ik heel duidelijk het verschil tussen het gewoon plat laten zien en het proberen zo te laten zien dat mensen voor zichzelf een beeld maken ervan. Vieze pornofilm gehuurd. En het was allemaal zo lelijk en zo. Dat was totaal niet opwindend en niet erotisch. Vanwege de lelijkheid. Ja, het was echt afschuwwekkend. Oh, ik denk dat is dus niet erotisch voor mij. Erotiek is alles wat er omheen zit: de bewegingen, het eruit. Hoe iets eruit ziet. Wat je me. Ja, het spanningsveld. Hoe iemand op een ander reageert. Foto's, plaatjes. Dingen die seksualiteit bij je opwekken. Dat is volgens mij erotiek. Seksualiteit is gewoon. Gebeurt het toch? Muziek maken is erotisch, is opwindend. Je hart gaat sneller kloppen, adrenaline. Het komt veel met vrije overheen. Muziek maken. Gewoon geil om te doen. En het kan ook om te horen heel opwindend zijn. Maar als ik zo'n sportauto zie rijden, vind ik het ook opwindend. Erotisch. Maar ik kan ook in een bos lopen in de herfst en denk van prachtig met die kleuren en ja, het is ook een vorm van schoonheid en erotiek. Is erotiek schoonheid? Als het goed is wel, denk ik. Het moet wel iets zijn tussen twee mensen. Ik vind erotiek. Voor jezelf is geen erotiek, dan zijn fantasieën. En het is. Van hoe iemand zou kunnen zijn, maar dat vind ik geen erotiek. Ik vind erotiek toch iets tussen twee mensen. Hou je het je hele leven? Of ik het mijn hele leven hou? Ja, absoluut. Ik denk dat iedere man dat heeft. Alleen de ene die uitzicht er wat meer in dan de ander. Vrouw ook? Absoluut, en precies hetzelfde. Het is natuurlijk toch wat je uitwisselt met elkaar. Het is die onbeschrijfelijke spanning die je ineens voelt tussen twee mensen of tussen degene die je ziet staan. Daar is iets mee. Nou, en dan begint het spel, Lutje. Van hoe ver ga je, hoe ver ga je niet? Hoe pak je iemand in? Dat is leuk, leuk spel. Dat lijkt erg op wat je met je publiek doet. Dat is waar. Hoe ver ga je? Ja. Het is ook een beetje hoereren. Ik heb hem vorig jaar voor het eerst na al die tijd weer teruggezien. Mijn eerste liefde van de middelbare school. Hij was de held van alle meiden van de klas waar ik in zat. Hij wist het zelf niet, maar hij was een soort idool. Hij had geen brani. Of capsules, maar een rust die je haast voelde. Een ontspannen soort van kracht onder zijn huid. Hij zei weinig, maar je wist als hij wat zei, wat hij bedoelde. En ik bloosde toen hij vroeg, ga je vanavond met me uit? Ik heb een. Weet je nog iets van de eerste keer dat je verliefd werd? Hoe dat was voor allereerste je? Keer? Ja, als klein meisje. Dat was op de lagere school, dacht ik. Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Er zat een jongen in mijn klas. Daar was ik wel verkikkerd op. Wond op de hoek bij mij. Het is een keer een feestje en zo. Ja, god, hoe gaat dat met kinderen? Details weet ik niet eens meer, maar. Dat gevoel kan ik me nog wel herinneren, ja. Van vroeger. Was dat een openbaring, dat gevoel? Ja, dat was wel. Dat was er ineens. Hè. Je weet niet wat het is, maar het is er dan. Dat
Het is een soort oergevoel, denk ik, wat naar boven komt. Wat er ineens is. Het gaat bruisen en koken en ja, je kan de hele wereld aan. Dat gevoel blijft je hele leven, denk ik, hetzelfde. Hoe klein je ook bent of hoe oud je ook wordt. Ik denk dat dat gevoel allemaal hetzelfde is bij mensen. Ja. Ik was in de basisschooltijd. Toen ik op de basisschool zat, waren de twee scholen naast elkaar met 300 meter ertussen. En altijd was 2-3 keer in de week, om 1 uur 's middags in de pauze, stond er aan de andere kant, bij die andere school, een meisje daar op een paaltje. Die zat er op een paaltje. En ik ging op dat paaltje zitten wat bij onze school zat. Dus dan zagen wij elkaar altijd van een afstand. Maar we durfden nooit bij elkaar te komen. Maar dat was zo'n spanning. Hoe oud was zij? Ze was een jaar ouder, denk ik. Een jaar ouder of zo. Allemaal dezelfde leeftijd. Er is ook nooit wat gebeurd of zo. Nooit geen zoen. Alleen maar elkaar zien. En van dat, alleen het feit al dat twee mensen zo op elkaar letten. Dat was zo spannend. Heb je het tegen anderen verteld? Nee. Zulke dingen hield ik altijd voor mezelf. Ik ben zo iemand die met anderen... Met andere jongens zo nodig over die vrouw moet praten omdat die er zo lekker uitziet of wat dan ook. Dat is nu ook niet zo trouwens. Je bent nu ook verliefd? Ja, heel erg. Voor iemand anders naast je was? Ja, gelukkig wel. Maar wel moeilijk hoor. Het is wel een concurrentiestrijd, denk ik. Heb je veel ervaring met vriendinnen die niet willen dat je speelt? Nou, ze vinden het in het begin allemaal hartstikke leuk en interessant en zo. En dan maken ze wat mee van die wereld. En, wow. Totdat ze aandacht op gaan eisen en het niet krijgen. Dat is wel wat te... Meestal is gebeurd, ja. Hoe heb je dat opgelost? Volgende vriendin. Ja. Ben je het nu weer van plan? Nee. Je hebt nu de enige echte. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Ik kijk heel veel. Observeren, dat doe ik heel veel. Ik ben... Ja, het hangt natuurlijk ook een klein beetje van de situatie af, maar ik ben absoluut niet iemand van, oh, die vind ik leuk en daar ga ik gelijk naartoe. Maar ik probeer wel op een of andere manier te laten merken dat ik haar leuk vind of zo. En dat doe ik trouwens nog steeds hoor. Dat wil helemaal niet zeggen dat het heeft helemaal niks met een relatie te maken of zo. Gewoon, ik vind het belangrijk, denk ik, al is het voor mijn eigen gevoel, om iemand te laten merken dat ik haar leuk vind. En dan ook die reactie terug te krijgen van nou, insgelijks. Nou, ik... Nee, ik was wel meteen geïnteresseerd vanaf de eerste keer dat ik haar zag. Maar... Waarom eigenlijk? Ja, hoe ze eruit zag, hoe ze mij aankeek. Hoe was dat? Ogen zijn de spiegels van de ziel, hè. Dus... Nou, indrukwekkend. Intrigerend. Ik wou weten wie dat was. En toen stond ze op een gegeven moment een gitarist te praten die ik ken. Dus ik gelijk van, hi Jan, hoe is het? En nou, verder dan dat ben ik met Jan niet gekomen. Dus daar hebben we een half uurtje aan kletsen. En het ging over muziek en seks. En het was heel openhartig en heel leuk. Ik denk, nou, dat is een leuk mens. Maar ik had wat gedronken, dus ik wou de auto laten staan. Ik denk, nou, dan neem ik een taxi. Maar zij moest toevallig die kant op. Ze zei van, nou, rijd ik met je mee. Ja, was goed. Maar we zitten zo te kletsen in die auto. We zijn al bijna in Soest voordat ik... Hey, shit. Ik moest er een paar kilometer terug al uit. Ik zei, maar dan rijd ik wel even met jou mee. Drinken bij jou nog een biertje. En dan gezellig. Nou, de volgende avond ging ik weer naar mijn werk, daar vandaan. Dus, toen was het aan, hè. Helemaal. Wanneer wist je dat je met iemand een lange tijd wilde samenleven? Wanneer wist ik dat? Ja, ik niet van de een op de andere dag. De relatie die ik nu heb met Guus, die is vrij snel gegaan...
totdat we gingen samenwonen. Maar dat was meer ook een praktische reden, want ja, we zitten wel in hetzelfde vak. Maar ik werk natuurlijk 's avonds en hij werkt veel overdag. Dus dan is het in de verliefde periode is het toch heel lekker bij elkaar zitten. Dus het was erg veel reizen en na mijn busreis ook nog eens een keer naar hem toe. Dus dat was eigenlijk wel snel een uitgemaakte zaak dat we lekker bij elkaar gingen hokken. En ja, het was er gewoon. Ik had het gevoel van nou, hier wil ik wel een tijdje onder één dak wonen. Ja, hoe lang het ook mag duren. Je vertrouwt het toch op? Ja, absoluut. Ik heb een goed thuishonk. En dat is wel wat ik nodig heb in dit hectische wereldje op het ogenblik. Ja. Een rustpunt thuis, ja. Wat een priet praat, hè? In die 16 jaar van ons huwelijk heb ik heel wat stof verzameld. Ik schrijf je omdat praten, en dan bedoel ik echt praten, niet meer lukt bij ons. Of je bent te moe, of je kijkt tv, of je hebt koppijn. Nee, wat dat betreft heeft het feminisme haar sporen wel nagelaten. Althans, in ons huwelijk. Vroeger had de vrouw koppijn, nu heb jij het. Dat is af en toe niet makkelijk, hoor. Want ik ben altijd in mijn eentje geweest. Van, daar een vriendinnetje, daar spelen. Je komt in alle vieze tenten en je maakt van alles mee. Het is eigenlijk een scharrenleven, vlierenfluiterij was het gewoon altijd. Ik heb ook altijd gedacht van, nou, ik blijf gewoon mijn hele leven vrijgezel volgens mij. Je hebt een vriend. Hoe ontdekte je dat je homoseksueel was? Dat weet je eigenlijk je hele leven al, denk ik. Tenminste, je hele leven. Zodra je seksueel bewust wordt, maar je laat het niet toe. Tenminste, ik liet het niet toe. Heel lang niet. Ik had al het idee van, ik ga trouwen en ik krijg een kind en oh, die lijkt me wel leuk, of weet je. Maar het is veel makkelijker voor mij gemaakt dan ik voor de meeste mensen die homoseksueel zijn, is dat ik in dit vak zit. Weet je, net wat we al eerder over gehad hebben, het is heel erg lichamelijk. Dat betekent niet seksueel lichamelijk hoor, maar gewoon ontspannen, weet je, mensen met elkaar. Homoseksualiteit is helemaal geen probleem in dit vak. Ik heb nog nooit iemand tegen mij horen zeggen van, weet je, vreemd naar mij kijken omdat ik homoseksueel ben, helemaal niet. Weet je, dus nou, dan werd het ook, je vergeet het ook ineens. Hoe moet die man van je eruit zien? Had je er vroeger al een idee over? Nee. Ik had niet iets van, zo'n persoon vind ik leuk of die moet er zo uitzien, helemaal niet, nee. Op een gegeven moment loop je er tegenaan en denk van, ja, die is leuk. En wat was er dan leuk? Ja, de manier waarop je op mij overkwam, zijn manier van denken en ook de manier waarop je tegen in dit vak staat, kritisch en eigenlijk absoluut niet, het is niet een prototype danser, laat ik het zo zeggen, juist tegenovergestelde. Ja, ik heb altijd al met jongens gewerkt die homoseksueel zijn. En dat is heerlijk. Maar het is voor mij dus niet, maakt niet uit of ze nou homo zijn of hetero zijn. Ze zijn alleen wat knuffeliger. En dat is hartstikke leuk. Vind je dat prettig? Ja, heerlijk. Maar waarom maakt het niet voor je uit? Nou, omdat ik niet, mannen trekken mij niet aan. In die zin van op seksueel gebied, dus voor jou telt dat? Voor mij telt dat niet, nee. Maar vind je het een groot verschil tussen hetero en homo mannen ten opzichte van jou? Ja. Jawel. Wat? Nou, die hetero mannen die worden zo snel verliefd op me. Ja. Kun je publiek vergelijken met een minnaar? Nou, dat gaat ver. Ja, als je het echt, ja, je hebt fijne minnaars en minder leuke minnaars als publiek zijnde, ja. Ja, door het hele land zitten ze dan. Het noorden is een hele prettige minnaar dan. En het zuiden is weer heel anders, die zijn weer stiller.
Dus wat dat betreft een stille minnaar. Maar diepe wateren. Waarbij voel jij je het meest thuis? Überhaupt? Bij de stille of de... Oh, bij de stille. Nee, geef mij maar een beetje luidruchtige minnaar dan. Ja. Ja, het is denk ik hetzelfde als iemand die een sport beoefent, een topsport. Je kunt niet zomaar stoppen. Je moet aftrainen. En dat gevoel krijg je dan. Als je zomaar zou stoppen, dan... Je lichaam vraagt erom om beweging, om uitgerekt te worden en zo. En de kracht, de inspanning, de adrenaline als je op het toneel staat en je 3 minuten vol moet dansen. Alle kick, die heb je dan op een gegeven moment nodig. Dat iemand het leuk vindt wat je doet. Bijvoorbeeld het gezicht van iemand die vooraan het podium staat. Dat die zo zit te genieten dat je denkt van, ah, te gek. En dat je nog meer je best doet. En je gewoon, het is gewoon helemaal ontladen. Dat is de kick, hè? Dat is de kick die je krijgt. Ik sta altijd voor de eerste try-out. Vraag ik me af waarom ik dit vak ooit ben begonnen. Waarom ik mezelf dit aandoe. Want dan vind ik het, dat is dus echt het verschrikkelijkste moment. Maar ja, het moment dat je opgaat en die mensen ziet zitten en je hoort dat applaus, dan is het weg. Dit hoor je, dit is een lekker geluid ook. Het is een lekker geluid. Applaus. Stoer. Ja. Niet van die oorbelletjes in en zo. En dat hij meer vorkige. En dat als jij met een verkering hebt, dat hij dan toch nog naar andere meiden kijkt en zo. Dat zou ik niet willen. Dat zou ik hem niet. Dat knak je dan af. Nee, hetzelfde. Ik wil hetzelfde als Fabienne. Alleen bij mij ook nog. Hij moet echt te vertrouwen zijn. Hij moet knap zijn, hij moet knap... Hij hoeft helemaal niet knap te zijn. Hij moet knap van buiten zijn bij mij en knap van binnen. Dus met gevoel, nee, met z'n bij mij alleen van binnen.